vermoeidheid, hoofdpijn en pijnlijke gewrichten. Al 14 jaar kampt het hele gezin van Laura met de gevolgen van Q-koorts. In 2009 nam haar vader onbewust de bacterie mee naar huis en stak er zijn vrouw en zijn dochters mee aan. Ik heb daar geen woorden voor. Ik kan dat niet uitleggen. Kijk, voor mezelf maakt het niet zoveel meer uit. Maar het gevoel dat je, zonder dat je het wist, kunt besmetten, dat is met geen pen te beschrijven. Hij moest onderhoud doen aan melkmachines op een boerderij. En in 2009 was het nog niet bekend dat de bacterie ook zonder direct contact met geiten of schapen kon worden overgedragen. Hij droeg dus geen beschermende kleding en nam zo de bacterie mee naar huis. Zijn dochter Laura was op dat moment zwanger van Janie, die via haar bloed ook de ziekte heeft gekregen. Nee, dat mag niet. Dan mag de mening nog een keer zo hard water opgooien. Nou, we proberen wel zoveel mogelijk te doen. En we staan er eigenlijk allemaal positief in. Maar wat moet je laten? Een dagje uit met je kinderen. Dat is gewoon heel lastig om te doen. En als wij naar Toverland gaan met schoolreisje, ben ik de volgende dag gewoon heel moe. Ja, en hoe vind je dat? Heel irritant. Per gemeente verschilt de hoeveelheid hulp die mensen kunnen krijgen. Pas toen Laura naar een praatgroep ging, kwam ze erachter hoeveel ze tekort kwam in Eindhoven. Ik was op de bijeenkomst in Rosmalen over kinderen met Q-koorts. En dan hoor je dan van andere ouders van, mijn kind heeft een robot gekregen voor op school om de les te kunnen volgen. Andere verhalen, kinderen krijgen elektrische fietsen om toch naar school te kunnen. Bijstand van de gemeentes. En dan heb ik zoiets van, mijn kind verdient dat ook. Er heerst gewoon heel veel onbegrip. Ik denk dat heel veel mensen ook niet beseffen wat het is, Q-koorts. Dat als je vandaag een dag hebt, dat je zegt van nou, ik ga vandaag iets leuks doen. En dat je dan gewoon een week of 10 dagen moet boeten voor die ene dag. De hulp van de gemeente gaat via de organisatie Wij Eindhoven. Die zegt dat Q-koorts patiënten niet worden benadeeld, omdat er bij het toekennen van steun alleen wordt gekeken naar wat er nodig is en niet naar de ziekte. Hoor een keer het verhaal aan en ga kijken wat je wel kan doen. Wat je wel voor ons kan betekenen. Maar toch hoopt Laura dat er nog wat mogelijk is.